Voor het Nederlands buitenreclameonderzoek werd voortgebouwd op de internationale ervaring van hoofdaannemer Simon Cooper Associates in meer dan 10 landen. Het onderzoek is uitgevoerd onder auspiciën van een JIC, waarin de Bond van Adverteerders, het platform Media Adviesbureaus en het platform Buitenreclame-exploitanten zitting hebben. Alle bij PBE aangesloten exploitanten hebben in het onderzoek geparticipeerd, zodat vrijwel de hele buitenreclamemarkt hierin vertegenwoordigd is. Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen. Verkeerstellingen, veldwerkonderzoek naar verplaatsingsgedrag, uitgevoerd door TNS Nipo, en inventarisatie en klassificatie van alle reclamevlakken in combinatie met eye-tracking onderzoek. We hebben verkeerstellingen achterhaald en het aantal bezoekers van winkelcentra, parkeergarages, tankstations en passagiers van de NS en de metro zijn geteld. De werkelijke routes en hoe men zich verplaatst is in kaart gebracht. Voor het eerst in Europa is hiervoor van GPS en webmapping gebruik gemaakt. Bovendien werd een vragenlijst afgenomen, waarmee bijvoorbeeld ook doelgroepcriteria zijn toegevoegd. Meer dan 85.000 vlakken zijn gefotografeerd en geclassificeerd op basis van omgeving- en zichtbaarheidsfactoren. Met eye-tracking is vervolgens onderzocht hoeveel passanten daadwerkelijk oogcontact met het reclamevlak hebben gehad. Degenen die geen oogcontact hebben gemaakt, tellen niet mee in het bereik van de campagne. Er wordt dus niet langer uitgegaan van opportunity to see. Buitenreclame maakt nu als enige mediumtype de stap van mediumbereik naar reclamebereik. Dit leidt tot VAC, Visibility Adjusted Contact. Op de kaart van Nederland zijn alle resultaten samengebracht. Met de ontwikkelde software kan u voor alle formaten en combinaties, naar regio en naar doelgroep, het bereik en de contactfrequentie voor een campagne berekend worden. Gebaseerd op daadwerkelijk oogcontact met het reclamevlak VAC. VAC is de sterkste currency in de mediawereld.